Oh, dat waren dan de Monkeys. De Monkeys van Radio Paradise. Oftewel de aapjes van de DJ's van Paradise. Ja, dan hebben we hier een heel groot vel papier voor me liggen. Van op twee kanten beschreven. En dat gaat over het kinderdorp. Dus kinderen en ouders, opgelet. Hier komt het. Beste Paradise. Zou u het volgende stukje even voor willen lezen. En dan even tussen haakjes. In de week van maandag 11 tot en met vrijdag augustus. Dus dat zal ik nog even herhalen. Dat is dus in de week van maandag 11 tot en met vrijdag 15 augustus. Wordt op de speeltuin in Doornburg het alweer zesde kinderdorp gehouden. Natuurlijk zijn er weer alle jongens en meisjes van harte welkom. Als ze maar minstens 4 jaar zijn en hoogstens 13 jaar oud zijn. Ook nu belooft het in week te worden chockvol actie, zodat de ouders 's avonds geen kind meer aan hun kinderen hebben. Ja, dat is een leugen, ja. De verkoop van de deelnamekaarten kosten 5 gulden. En die is op zaterdag 9 augustus van 11 uur tot 12 uur op het terrein aldaar. Verder zitten weer te springen om hout, plastic en ga zo maar door. Ja, dat is natuurlijk waar die kinderen dus mee willen timmeren en zo. Wie ons daaraan kan helpen, wil zich in verbinding stellen met Petri van Doren in de Van Bielandstraat. Dus met Petri van Doren in de Van Bielandstraat of familie Ortsen in Langerakstraat. De familie Ortsen in de Langerakstraat. Maar we blijven springen, namelijk ook nog om leiders. Welke flink uit de kluiten gewassen meid of flinke bink heeft trek in een werkelijk grandioze week? Je kunt je aanmelden door bij een van de twee eerder genoemde adressen een briefje in de bus te doen met de naam erop, adres en leeftijd. Of eventjes bellen en dan kunt u dus in het boek even dat nummer opzoeken. Dat is, ik zal het nog eenmaal eventjes opnoemen, Petri van Doren in de Van Bielandstraat of familie Orts in de Langerakstraat. Dan nog even het volgende. Het comité Kindervakantiewerk Doornburg heeft in februari jongsleden in alle stilte, ja dus niet, haar eerste lustrum gevierd. Zomaar een mijlpaaltje. Ja, en daar geven we natuurlijk voor dat eerste lustrum even een belletje voor. Zo, dat was dan voor het eerste lustrum. Daarom dank aan al diegenen die ons de afgelopen 5 jaar behulpzaam zijn geweest. Oud-bestuursleden, assistenten, leveranciers, ouders en natuurlijk niet te vergeten de kinderen, want daar draait het om, nietwaar? Voor de komende zomer rest ons nog dank aan hen die ons gaan helpen. Beste Paradise, mocht u nog niet in ademnood zijn geraakt doordat wij te veel van u vroegen, zijn wij zo brutaal geweest ook nog een plaatje aan te vragen. Nou, dat is niet brutaal. Voor die kinderen hoort dat er gewoon bij. Dat is oftewel de Kougenballenboom of de Padvinsters. Allebei van Ellie Nierman en Rikker Zuiderveld. Heeft u geen van beiden, dan graag een of ander toepasselijk plaatje op de kinderen. Dank u heel erg voor de moeite van Petri, Wim, Joke, Ingeborg en de jeugd van Doornburg. Ja, dat wordt dan een plaatje van Connie Vink en de Schellebellen. En die is getiteld Er op uit. Ja, en Radio Paradise wens jullie goed weer en veel succes met de kinderen. Een geweldig idee. Mooi! Doen jullie allemaal mee.